Weten jullie nog hoe ik jullie had verteld op een testfile, de eerste spel die ik heb gespeeld? Kunt nagaan, die is langer als de Let's Play. Die is langer. En daar heb ik niet alle spiegels. Serieus, en dat was mijn testfile. Dit is natuurlijk de backup file, mocht er iets fout gaan met de opnames, maar dit is ook de hele file, en dat hebben jullie al door. Hier zit ik om 27 uur en daar zit ik om 30 uur, wat de henne! Aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD. Ik ben er weer, Zelda Play 20. Terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering hebben wij de Sky Temple gedaan. Of de City in the Sky. En in deze aflevering gaan wij niet gelijk door naar de toren van... de toren van Zand! Nee, daar gaan we nog niet naartoe. Waar we eerst eventjes naartoe gaan is een dungeon die we nu eindelijk kunnen doen. De reden waarom dat ik deze dungeon heb laten wachten tot... het punt waar we nu op zitten, is als volgt. De items die je nodig hebt in die dungeon, om verder te kunnen gaan, die heb je compleet op het moment dat je hier een spook tegenkomt. Hoi spook. We komen hier toevallig tegen, dus waarom ook niet? Wil jij zo vriendelijk zijn? Om ons niet te raken. Het probleem is, elke schade dat we nu gaan nemen, dat is nogal gevaarlijk, aangezien dat de dungeon die wij gaan doen... Het is een optionele dungeon, dat wel. Maar de dungeon die we gaan doen, die is zeker nodig. Nou ja, als je alle items wil hebben. De dungeon waar ik het over heb, zit bij de Gerudo Mesa. En dan denk je bij je eigen van... Ja, maar Zelda player, daar moeten we toch ook naartoe? Of Sepi, of hoe je dat ook heet. Serieus, hoeveel naam heb je ondertussen wel niet? Te veel, geloof mij. Ik ken het probleem. Mario, Sepi, Stevie, Stefan, Zelda player. Iedereen noemt me anders. Maakt niet uit. Zolang jullie maar ermee entertainen, vind ik het allemaal best. Goed, nou, we hebben hier nog een spook. Nee, we willen... Wij pakken hem nog wel even mee. Kom hier. Nou, kom op. Hoppakee. Maar, ja, dit willen we dus... Ah, kom op, zeg. Ik was op een grote afstand van jou. Oké, nou, dan moeten we het met twee hartjes minder doen. Ik bedoel, ik heb potions bij me, dus ik hoop dat het wel goed zal gaan komen. En zal het niet goed komen, dan... Ik zet hier wel mijn eerste keer, Of no-game-over-streak op het spel. Maar dat maakt niet uit. Goed, deze dungeon die we hier hebben. Dit is een lange dungeon. Dat kan ik jullie alvast vertellen met veel battles. Heel veel battles. Dus op zich ben je wel blij dat je hier... Ik weet niet hoeveel skills voor geleerd hebt. Your power is a gift given only by those who can fly the wield it. Bla, bla, bla. Wat leuk. Goed, wat we hier moeten doen is... monstertjes verslaan. Wat leuk. Nou ja... Dat was in het geval van monster verslaan. En elke keer als je alle monsters verslagen hebt in de vloer waar dat je bent, mag je weer een verdieping lager. Net zolang totdat je dus alles gehaald hebt. Dit is eigenlijk best wel grappig, want dit is inderdaad een beetje geïnspireerd door de Wind Waker. De Pit of Trials, oftewel degene waar dat je dus zo'n trui voor shard voor haalt en dan later een piece of heart. Dan kan ik jullie vertellen, dit is niet voor een piece of heart. Totaal niet zelfs. Dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. Nou, we kunnen onze items hier gewoon gebruiken. Even kijken, ik wil hier eventjes de boomerang voor hebben. Pijl en boog is altijd handig. Oh ja, ik moet wel zeggen, ik heb maar weinig pijl en boog. Maar, of ja, weinig pijlen op het moment. Dan mag ik niks over uit. Oké, jullie moeten naar beneden toe. Dan komen nergens. En weet je wat? En jou heb ik een hekel, want jij staat in het midden. Dus jij wil weer in de aandachtslinie staan. Hadouken! Oh, we hebben schade genomen. Yikes! Het probleem is, ook al speel je dit niet op expert mode, er zullen hier geen hartjes gedropt worden. Dus op het moment dat je hier dus binnenkomt, dan komen er geen hartjes. Dus ook als je dit op normale mode speelt, krijg je dus geen extra experience ofzo. Hoi. Oh ja, jullie hebben die armor, dat is eng. Nou had iemand mij trouwens verteld in de comments dat als je een rolaanval doet en je drukt op B, dan doe je dan ook een thrust aanval naar voren toe. Hartstikke leuk. Niet echt handig om aan te vallen, maar leuk om te weten. Dus bedankt voor het inzetten. Ik ben heel eventjes je naam kwijt, omdat ik heb niet naar je naam gekeken op het moment dat je deze comment had gestuurd. En nou ja, je weet in ieder geval dat ik het over je heb. Dus dat is het belangrijkste. En ik moet zeggen, het is wel handig om te weten als je die aanval zou kunnen doen in een lastig pakket. Natuurlijk. Oh, ze hebben pijlenboog. Oké, deze wilden we gewoon snel neerhalen. Blijf in beweging. Dodge hier, dodge daar. Auw. Dit is best wel moeilijk om hier eigenlijk niet geraakt in te worden. Ik bedoel, serieus, ze hebben pijn en boog.
Plus je bent aan het vechten met de ene en de andere die begint gewoon op je te schieten. Dat is niet prettig. En dan hoor ik sommigen van jullie denken... Nee, niet weten, Link of Zelda, alsjeblieft, we willen Terraria. En een van jullie zit daar van, nou ik wil eigenlijk best wel weten wanneer dat je weer een keertje Minecraft gaat doen. Jongens, dat komt allemaal wel. Serieus. Het is nu nog even gewoon Legend of Zelda. En ik weet, er zijn heel veel mensen die namelijk meespelen en die hebben zo lang moeten wachten voordat ze eindelijk verder konden meespelen. En ik bedoel, kijk naar onze hartjes. We hebben nog maar 2 hardcontainers of eigenlijk 1 hardcontainer en 2 pieces of hearts te doen. Dus hey, die teller die staat er voor een reden, ja? En natuurlijk is het ook heel erg handig om te weten tot kaas van melk gemaakt wordt. Ik bedoel, serieus. Soms echt, dan weet ik gewoon niet wat ik in zo'n balkje neer moet zetten van als je de piece of heart... Ik bedoel, je ziet waar de piece of heart zeg maar zich bevindt. Dus waarom zou ik uit moeten leggen waar dat de piece of heart ligt als je het toch al ziet waar dat de piece of heart ligt. Maar goed, zoals ik al zei, veel vijanden, veel gedoe. Is het het waard? Is de beloning die je hier krijgt, is dat handig? Ja... Ik zit nou eventjes te denken, maar ik denk dat als je persoonlijk in expert mode speelt, of hero mode zoals dat hier heet, dan verwacht ik het met Terraria omdat ik toevallig op Terraria had. Maar als je het toevallig in expert mode speelt, ja, hard, hero, whatever. Als je dit in hero mode speelt, ja, dat is het zeker waard. Dus, maar ja, dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Het is totaal niet makkelijk. Het is eigenlijk behoorlijk lastig. Dus, hou dat wel natuurlijk, hou daar rekening mee. Goed, ondertussen, de eerste floors die zijn natuurlijk heel erg makkelijk en echt gewoon dum-dum damage. Oftewel damage die niet nodig was. En dan vraag je... Oké, daar kon ik gewoon niks aan doen. Ik sprong recht op zo'n vijand. Ik bedoel, serieus, je moet toch naar beneden toe. Ik kan eerst bommen gaan droppen ofzo. Ik weet dat ik genoeg bommen heb. Serieus! Nou ja, ik krijg er in ieder geval genoeg dropjes voor. En ja, je kunt hier inderdaad... je armor gebruiken. En ik denk dat er ook zeker dadelijk een kamer is waar ik heel eventjes de armor wil gaan gebruiken. Ik bedoel, we hebben zoveel rupees en op dit punt gebruik je ze totaal niet meer. En laten we eerst heel eventjes hun even uitschakelen. Het is jammer dat het niet zo in Minecraft is, dat de skeletons in Minecraft raken de skeletons andere skeletons en dat is hier dus helaas niet het geval. Tenminste, ik heb nog nooit een moblin en andere moblin zien raken, dat zou wel leuk zijn. Oké, nou deze die was behoorlijk pittig. Was dit nou de laatste? Ja, dat was de laatste. Oké, hoi. Let op, dit is een beetje... ja. Wij wisten niet wat kleding was. Dit is namelijk de Great Fairy. Hoi. Ik wist niet dat jullie ook al de Final Fantasy style gingen gaan doen. Welcome here to the Cave of Ordeals. Hoi. I am the great fairy, Irene, over all the fairies in the realm, as their queen. In praise of your efforts thus far, I will release fairies in Autumn Spring. From this point on, you will have the need of ancient power to allow one to walk along a cliff without a single foothold. If you want to give up on the ride, bla bla bla. Ja, je kunt dus nou op dit punt kun je dus opgeven. Nou. Wij gaan niet opgeven. Dit water trouwens, dat hield ons niet. Dat is wel heel erg flauw. Maar we zouden het dus op kunnen geven. En dan zouden we, als ik me niet vergis, in de volgende kamer een licht hebben dat ons dus inderdaad wegbrengt. Nou, je krijgt hier wel een exit. Namelijk via de hookshots. Om weer hier terug naar boven toe te komen. Dan moest ik volgens mij nog een keer met haar praten. Dan kunnen we nog een keertje teruggaan. Maar echt serieus, trek kleding aan. Dat is de ergste Great Fairy ooit. En we moeten hier eerst eventjes wat vijanden verslaan. Maar we hebben dus ook items nodig om dus verder te mogen gaan. Nou, en ja, dat ruimt. We hebben hier de spinnen nodig. Meer erover later, want we moeten eerst... Oh boy. Tuurlijk geef jij weer cheap cheap damage. Hoi. Jij bent je schild kwijt en jij raakt mij. En daar ben ik het niet mee eens. Oké, nou, jij hebt je armor nog. Ik ben hier aan het concentreren, jongens. Daar word je niet vrolijk van. Maar ja, vergeet niet, we hebben nog potions bij ons. Dus we zullen het wel zeker overleven. Tenminste, dat hoop ik. En anders hebben we nog altijd het hidden armor waar ik het over had. Even kijken, waar begint hier de groove? Die begint hier, oké. Nou, je kunt hier rondjes blijven rijden zover als dat je wil, maar daar heb ik nooit zin in. Goed.
Dus ja, dat is de item die je nodig hebt voor de eerste, om ja, dus verder te mogen gaan. Maar er zitten dus nu veeën in de Fairy Spring van Autumn Village. En dit is eigenlijk best wel grappig. Je wil ze niet laten mergen met elkaar. Ik word hier echt veel te veel geraakt. Zie je dat? Volgens mij zit hier nog een sparkly spark. Ergens. Er zit hier nog iets. Oh nee, de deur die gaat nou open, maar... Ik dacht dat hier nog een sparkly spark zat. En dat je die dan snel kon pakken en dan... Was dat niet een secret weapon bij de... Nee, ik wil niet transformeren in een wolf. Ik wil gewoon heel eventjes kijken. Ik weet toch zeker dat hier... Nee? Echt niet? Oké. Okay. Goed. Eens even kijken. Welke potions heb ik? Ik heb een paarse potion en ik heb een rode potion. Rode potion die deed 8 hartjes. Ah, we hebben pas 7 hartjes verloren, dus... Oh, hoi. Deze horen geen uitdaging te zijn. Deze horen juist eigenlijk heel erg makkelijk te zijn. Ik bedoel, ik heb eigenlijk nog nooit gehad dat deze dingen me hebben gedamaged ofzo. Volgens mij, alleen als je bij ze in de buurt komt, dat ze dan in één keer op je kunnen stuiteren ofzo. Maar volgens mij is dat het enige. Oké, nou. Ga neer. Nou, zoals jullie dus al hebben gezien, we hebben nou de item gekregen die je dus kreeg. Op het moment dat je dus de Sand Desert Temple had gedaan. Dus waarschijnlijk is de volgende item die we nodig gaan hebben... Oeh, wat hadden we daar ook alweer gekregen? Zo, dat zijn er veel. Nou, dan zit ik eventjes te denken. Wat was ook alweer de volgende dungeon die we toen hebben gedaan? Ik weet dat het niet de Temple of Time was. Even kijken, want... Ik zit al eventjes te denken. Is mijn geheugen zo slecht? Oh ja, de ice. Dus waarschijnlijk gaan we dus de ball and chain nodig hebben. Nou ja, ik vind het een van de meeste... Nou ja, die dungeon vergeet ik niet verkeerd. Hij is wel erg gaaf, maar de ball of chain was ik dus helemaal vergeten. En Moblins! Ja, ik probeer de spinaanval heel vaak te doen, maar op sommige momenten wil hij gewoon niet meewerken. En dan krijg je dus weer zo cheap damage. Dat is wel jammer. Ach ja, maakt niet uit. In ieder geval roepies genoeg, alleen het enige nadeel is dat we nu op het punt zitten dat je roepies niet nodig had. Dit doet me denken aan Skyward Sword. Dat je daar die challenge had en dat je dan 9999 roepies kon krijgen. Wat je met zoveel roepies moet, ik heb geen idee jongens. Was dat alles? Nee. Die ratten die zijn het ergste, omdat die vallen niet echt goed op. Hoe lang zitten we eigenlijk al in deze aflevering? 12 minuten. Wordt dit dan een tweeparter? Ik ben bang van wel, want er zijn enorm veel vijanden die we moeten gaan verslaan. Tenminste, het ligt eraan hoe snel dat we hier doorheen gaan. Of ik maak hier gewoon een fast forward, want dat het één aflevering is. Maar ja, dit fast forward, dat is ook weer niet spannend. Dus, nee, jullie gaan hier gewoon op normale snelheid doorheen. Ik moet zeggen dat de afleveringen al een beetje aan de late kant zijn de laatste tijd. Over de half-minute mark. En oh mijn god, ze gooien hier ook nog eens een keer een spookje in. Weet je wat? Prima. Hun willen via wolven vechten, dan vechten wij via wolven. Oh, die zag jij niet aankomen, hè? Mijn snelle skills. Wil je heel even pauzeren en pauze dagen? Dankjewel, want ik wil heel eventjes laten zien dat we een pauze hebben. Goed zo, nu mag je neer. Was dat alles? Ga toch heen, man. Oh, nog eentje. Ga fietsen. Nou ja, al zou het wel grappig zijn hoe dat je op een fiets zou kunnen. Oké, nou weet je wat? Laten we gewoon eentje gebruiken. Zoals ik al zei, 8 hartjes. We hebben er nog eentje. Die hield ons helemaal. Hopelijk dat we die niet snel nodig gaan hebben. Want anders hebben we een probleem. Want vergeet niet, zoals je al kan zien, de vijanden die worden sterker. Oh, deze die zijn weer irritant. Nou ja, een goede spinaanval en je bent er doorheen, maar... Zoals je ziet, de vijanden die worden steeds sterker hoe dieper dat je gaat. En het grappige is... oh, kijk, daar zit zo'n sparkling spark. Dus hier wil ik zeker een flesje klaar hebben. Wat zit hieronder eigenlijk? Dat weet ik dus niet. Blobs. Kom op, vallen. Oké, we zien hem. We hebben hem! We hebben de scoop!
We hebben Super Rare! En die zal ons zeker... Ik hoop dat we hem niet nodig hebben. Maar ik ben blij... Oh, we hebben zelf een groene hier. Zoveel blobs! Vergeet niet, blobs zijn irritant omdat... Ze kunnen zich heel snel mergen met elkaar. Ja, moet je kijken, we hebben al... Wacht eventjes. Dit doe ik heel even anders. Kom op. Waren ze nou net gemerged al met elkaar? Dat kan niet. Daar ben ik het niet mee eens. Nou, en dat is dus het probleem met deze dungeon. Op het moment dat je dus die sparkling ziet... Dan hebben ze dat 9 van de 10 keer wel in zo'n dungeon gedaan. In zo'n kamer waar heel veel van die slime zit. En zoveel van die slimes, dat is weer een probleem. Was dat alles? Dat was alles. Mooi. Dat kan weer een groot probleem zijn in verband met... Weet je wat, ik zet toch heel eventjes mijn bommen daar even voor de zekerheid neer. Op het moment dat je namelijk zo'n sparkly slime ziet en die wordt overgenomen door een dark... Dan wordt dat ook gelijk gezien als een dark slime. Maar goed, we hebben dus weer iets gevonden om onze health en... We komen de Great Fairy tegen. Oh, alsjeblieft blijf zitten. Hoi. I am impressed that you made it this far. Eigenlijk moet ik jou gewoon de Great Fairy voice van Ocarina of Time geven. I am impressed that you made it this far, hero. In praise of your efforts, this far I will release Farron to Farron Spring. From this point on, you will need a new power and you can return, bla bla bla. Ja. Oftewel, we hebben dus nu weer de power nodig om ijs te kunnen breken. En raad eens, ze geven ons een extra kistje, wat lief. Stamp? Een Angry Zelda stamp. Oh, die heb ik altijd al in mijn collectie willen hebben. Volgens mij staat deze kist er nog niet eens in de originele versie. Volgens mij staat hier nog niet eens een kist in de GameCube of de Wii versie. Dus, nou ja. Nee, ijsvijanden. Ik haat ijsvijanden. De reden waarom dat ze dus dat hebben gedaan hier, met hier de ijsvijanden erin te gooien, is omdat sommige ijsvijanden, ja, daar heb je ze dus, weet je waar, we gooien even kusje ook zo. Daar heb je dus de ball and chain voor nodig om hun te kunnen verslaan. Dus, nogal wie dus dat ze dat gedaan hebben. Oké, okay, nou, waarschijnlijk gaan we hier, Nee, hier niet? Nog niet? Oh, weer rats and bats. Ik hou niet van rats and bats. Rats and bats zijn... Oh! Ik denk al, wat loop ik slecht. Ga fietsen. Oké, waarom zit hier dan een secret to everybody? Oh ja, dat waren de enigste dingen die je in normal modus kon gebruiken om geheeld te worden. Nou weet ik het weer. Oké, dan vraag ik me eigenlijk wel af, kunnen wij de max aantal roepies halen in dit spel? Ik denk het niet. Ik denk het niet en ik weet namelijk waarom. Omdat het max aantal, dat is wel zo overdreven. Jammer dat we de great swing niet kunnen doen, maar dat maakt mij niet uit. Ga heen. Ik zei, geen rode bakken tegen baasje, hè? Baas erop. Nee, maar ik vind het best wel jammer dat we die nou niet kunnen doen. Maar ja, het is heel moeilijk om hier full health te houden. Of je moet inderdaad constant die armen gaan dragen. En ja, dan gaan we... Oh, nee. Jawel, hij doet het wel. Oh boy, dan gaan de anderen lopen schreeuwen. Ik moet hier weg. Oh boy, ik hou hier niet van. Oké, weet je wat? We hebben de aanval geleerd, dus we gebruiken hem ook. Oké, hij werkte tegen de... Hij werkte tegen die twee. Oh, net te laat weggesprongen. Dat is jammer. Shit. Dat werkt ook. Oké. Laten we nog een keer doen. We hebben de jumpstrike bijna niet over te gebruiken. Boom! Ik hou van die jumpstrike. Ah, ik had gehoopt dat hij de woehoe zou doen. Hij doet niet woehoe. Flame. Je weet wel, met het zwaardje zo. Oh, dat is cheap.
Daar met jou. Oké, laat maar raden. Dan gaan er natuurlijk veel meer nog zo schieten. Oké, eerst eventjes. Jij bent een pijlenboogdoesje. Ja, allemaal weg. Ik bedoel, serieus, ik heb hordes voor jullie al verslagen. Ik bedoel, vergeet niet, een Skyward Sword. Toen kreeg je, ik weet niet hoeveel van die beesten achter je aan. Maar best wel cheap dat hij al gelijk voordat je eigenlijk naar beneden bent gesprongen kan zien waar je mee moet dealen. Dat ze dan al gelijk die beesten op je afgooien. Oh, wacht eventjes, dit zijn die beesten waar we... Oké, wacht even. Ho, stop. Dank je. Hi. Hier. 3 in 1 schot. That's the way to do it. Dan weet ik eigenlijk niet of ik dan de ball of chain had kunnen gebruiken, maar who cares. Ja, en ik had hem ook al even een paar... Really? Really? Oké. Volgens mij is het ook het nadeel dat ze altijd naar jou zouden blijven kijken. Dus op het moment dat je probeert achter ze te komen, dat dat niet werkt. Want anders zou ik ze dolgraag wel heel eventjes willen raken met... Kan ik achter ze komen? Nee, kijk maar, ze draaien mee. Ik ben sneller. Ja, maar ze draaien heel erg snel. Poef. Nou, vooruit. Nou, laat je lelijke bakken zien. Echt die tanden die er aan onder zitten. Heel creepy. Nou, kom op. Hashtag creepy spinnen ooit. Creepyus spinnen ooit. Nou, komen jullie maar af allebei tegelijkertijd, want ik heb hier geen zin in. Ja, op. Nee, dat is de andere, sorry. Die. En die. Kom maar. Nou, jouw beurt. Ik bedoel, ze zijn nog steeds creepy. Oké, nou. Hoeveel floors hebben we ondertussen wel niet gedaan? Ik bedoel, serieus, we zitten al 22 minuten hierin. En we zitten nou, even kijken, dungeon, de ijs. Daarna krijgen we dan de... We zitten net iets op de helft, denk ik. Nou, we kunnen jullie in ieder geval heel erg makkelijk afslachten. Ik moet zeggen, nou, daar hebben we nog niet zoveel damage opgenomen als de eerste met die kleine rotvijandjes. Maar ja, vergeet niet, de vijanden die worden nog sterker. En sterker. En sterker. Kom op. Ik weet eigenlijk niet wat het verschil is tussen jullie moblins en die andere moblins. Waarschijnlijk heten jullie goblins of zo, weet ik niet meer precies. Maar ik bedoel, die groene beentjes, dat waren de moblins. En dit waren de... Weet ik hoe dat ze heten. Ja, nou, we pakken wat roepies op, maar... Ik weet zeker dat we niet de max gaan halen, omdat... Ja, oké, misschien dat we nou de 5000 nog kunnen halen, maar wie weet. Oh, kijk nou toch eens. Bommen. Ik heb onze combo weer nodig. Ik blaas mezelf daarbij op. Dat was slim. Ik wou geen jump off doen. Nee, raak me niet, raak me niet, raak me niet. Dank je. Boom. Hoezo word jij niet geraakt van die explosie? Serieus, waarom was het alleen maar jullie papa? Dat is flame. Hé, we hebben de 2000 roepies. Yay. Wacht, is 2000 max? 2000 is de max. Ik dacht 5000. Ah. Nou ja, dan zou ik jullie eigenlijk kunnen laten zien hoe dat die armor werkt. Waarom ook niet? Ga heen. En ik maar denk dat... Nou ja, maakt niet uit. Ik zit denk ik te veel met Skyward Sword in mijn hoofd. En dat was raar. Hoezo bleef mijn controle hier? Nou, maakt niet uit. Hi! Hoi. ...300 van die beelden later. I am impressed that you made it this far, hero. In praise of your efforts, thus far I will release fairies to Elden Spring.
From this point on, you will have need of the power. Bla bla bla. Ja, we weten het. We moeten de Rot of Discord dinges gebruiken. Weet ik het allemaal. Heet die de Rot of Discord? Volgens mij wel. Heet dat ding. Jammer, ik krijg er geen naam bij te zien. Dat is wel jammer. Maar goed, we hebben die Rot nodig om dus... Oh, terug. Deze stamps zijn definitely daar. Happy Midna stamp. Serieus, als we nog ook alle human emotions moeten gaan halen. Geen wonder dat we dan, ik weet niet hoeveel moeten gaan... Oh, ik heb die pijlenboog nodig. Waar is mijn pijlenboog? Ik ga gewoon een rondje rennen. Waar is mijn pijlenboog? Daar is mijn pijlenboog. Oké. Okay. Ga weg. Auw. 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 Dit is niet handig. Oké, sta ik veilig? Mooi. Hou je klep. Hou je klep. Hou je klep. Jij houdt je klep. Stel je voor dat je geen pijlen zou hebben, dan zou je balen. Dan zou je nog niet eens verder kunnen. Niks van de power of to move statues. More like power to have arrows. Nou ja, in ieder geval dat ding dat is nou weg, dus... Volgens mij hoef je alleen maar die stambeelden. Of moet je ze. Nee, je moest ze van die switch afhalen. Wink. Dat was alles. Oké. Okay. Nou, hebben we het ook weer gedaan. Gebruik die maar. Nou, zou ik het armor damagril eventjes aantrekken vooruit dan? Even kijken, hoe deed je dat ook alweer? Dan moest je hier naartoe. Laten we het gekke armor eens eventjes aanzetten. Nou, zoals je dus nou ziet, op het moment dat je dat armor aan hebt. Verlies je behoorlijk snel de roepies. Op het moment dat je damage neemt, verlies je nog meer roepies. Nou ja, laten we dit gewoon eens eventjes aanzetten en kijken hoe dat werkt. Ik bedoel, nou heeft het weer een reden om die ding op te pakken, dus... Hier zie je, nou zijn we daar geraakt en verliezen we dus roepies. Dus in plaats van dat je damage neemt... ...betaal je eigenlijk om dus geen schade te krijgen. Dit is enorm expensive en is dus absoluut niet aan te raden om dit te doen. Sterker nog, ik ga hem alweer gelijk uitzetten. Want echt, we zijn al meer dan 100 roepies kwijt en dan pakken we nog eens roepies op. Dus niet echt een aanrader. Tenzij dat je op één vloer bent. In ieder geval, ik doe nog eentje. Als we hier dus bij de Great Fairy nou zijn gekomen, dan ja, is het wel mooi geweest voor deze aflevering. Want dan krijgen we de krantfinale in de volgende aflevering. Dan zijn jullie daar vanaf alvast op de... Nee. Oh, dit is een hele gemene combo. Oké, we beginnen met Spooky. We beginnen met Spooky. Oh, dit gaat vervelend worden. Oh, we worden de hele tijd gevroren door die beesten. Auw, zo, dat duurde. Dat kostte wel heel erg veel. Oké, we gaan eerst gewoon. Goed, we ignoren een spookje voor nu. Dat is één minder. Misschien dat we spookje nu aan kunnen. Kom maar. Natuurlijk gaat hij nou weer terug. Stom beest. Oké. Okay. Eens een jump attack is genoeg om ze te one-shotten. Daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Goed. Ja, ik ben al heel geconcentreerd, jongens. Want dat deed echt heel veel pijn net. Hoppakee. En nou heb ik het helemaal gehad met de spookbeest. Nee. Enough. You must die now. Dank je. Stom spookbeest. Baba. Dan moet ik bedenken dat het dadelijk... spoilers. Mag ik niet over praten. Staat in mijn script. Mag ik niet over praten. In 1887. Dus het aantal groepjes die we nu hebben. Ja hoor. We hebben... Ik weet niet hoeveel van die beesten. Doink, 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 doink. Mag ik heel even... Ik probeer mijn spinaanval te doen.
Dank je. Hebben we alle blobs? Gaan jullie nou eens allemaal... Ik ben zo geconcentreerd bezig op het moment. Oké, ik hoor hem al. Ik hoor het al. Dit zit er weer op gewoon. Nou, de reden waarom ik die red scoop niet heb opgepakt is... We hebben al glitter scoop te pakken gekregen. En ik wil het niet te makkelijk voor mezelf maken. Dus, wat hebben we hier? Oh boy. Oké. We zien het beestje al daar staan. Christ, I am frozen today. Heel leuk voor de frozen liefhebbers misschien, maar... Kom hier. Oké, ik heb nog maar 4 hartjes, dus waarschijnlijk wordt het toch wel tijd om die paarse girl potion. Ik gebruik die gele potion in geval van nood. Het was niet makkelijk om die potion te pakken krijgen, maar die gebruik ik echt alleen in geval van nood. Dus de potion die we dus nu echt willen gebruiken... Dat is inderdaad de... Paarse potion. Maar goed. Ah, kom op! Daar met jou! Volgens mij waren die alleen maar... die waren op het zwaard best wel lastig te verslaan. Nou ja, maakt niet uit. 2,5 hartje! Gaan we het risico nemen? Oh boy. YOLO! Kom, spinnen, spinnen, spinnen! You spin my sword round, baby, right round. Was alles? Nou, we zitten weer bijna op de 2000. Zo, ik spuug heel mijn microfoon onder. We zitten bijna op de 2000. Dat is goed, toch? Oh boy, 2 van die gasten. Is jou. Auw. Ik denk dat ik mijn potion maar moet gaan gebruiken nu. Ja, definitely. Oké, de paarse potion. Geeft ons een goud effect die we waarschijnlijk heel erg snel gaan verliezen. Ik doe heel eventjes zelfs even op pauze drukken. Die golden effect die zorgt er namelijk voor tot op het moment dat we dat effect hebben, dat we dubbele damage doen. Dat effect blijft totdat je geraakt wordt. Op het moment dat je geraakt wordt, ben je het kwijt. En dit is een hele leme combinatie van vijanden. Jij houdt je mond. Oké. Probeer me maar te raken. Probeer me maar te raken. Probeer me maar te raken. Jammer joh! Hier! Ah, kom op, ik stond ver weg. Dan gaan we hun maar eerst even neerhalen. Oh, hier word je toch ijskoud van. Goed zo. Nou, we zouden dus dood zijn gegaan als we de potion niet hadden gebruikt. Ja, of we moesten weer cheap zijn en... Ah nee, niet zo snel draaien! Ja, of we moesten cheap zijn en de hele tijd de armen gaan dragen. Maar ik denk dat we dan op dit moment weer op 0 roepies zouden zitten. Dus, ja, het is kiezen of delen. Nou, we hebben nog altijd de potion in geval van nood. En volgens mij was dit de laatste kamer, want deze was behoorlijk pit. Nee hoor. Oh boy, 2 Iron Knuckles. Oh boy. Dit is de laatste ruimte. Nou al met de Iron Knuckle. Oh boy, en 2 tegelijk, dat is geen makkelijk feit. Dinges. Oké, hier is een trucje die ik graag gebruik. Dat is probeer om ze heen te cirkelen. En op het moment dat ze hun schild niet op hebben, een bom arrow op ze te schieten. Dan raken ze ook al iets van armor kwijt. Oké. Elke keer als ze iets van armor kwijt raken, dan ben ik al een heel blij konijntje. Ze zijn nog langzaam. Ah, ze gebruiken hun allebei hun schild, hè. Oeh,
Oeh ja, en die klappen van hun die doen pijn, dus daar willen we echt niet te veel mee rotzooien. Oké, nog een keer. Oh, twee van die gasten, dat is bijna niet te doen, omdat de andere die... De andere die valt je aan op het moment dat je met de ene bezig bent. Oh boy. Dit is nou zo'n kamer waar je echt je armor eigenlijk aan wil draaien. Maar ik weet dat er nog een vele ergere aan zit te komen. Oh boy. Zeg ik terwijl dat ik hier nou de meeste schade opneem. Hi. Oké. Concentratie. Dit gaat fout. Dit gaat heel fout. Ik probeer ze eigenlijk een beetje van elkaar weg te halen, zodat ik op eentje kan focussen, maar... Het probleem is, ze lopen allebei, blijven ze achter je aanlopen. Dus ze blijven dicht bij elkaar. Dit staat bekend als een van de moeilijkste Iron Knuckle beesten in het spel. Oh man. Kom op, cirkel eromheen. Oh boy, dit gaat zo fout. Oh, kom op! Dit gaat zo fout, jongens. Oké. Let's dance, pretty boy! Misschien deze? Hadouken! Nee, het werkt, hè? Nou niet. Jij bent je helm al kwijt. Poink. Oh boy. Ik kon er bijna de helm splitten doen. Ah, dan pakt hij de verkeerde weer, hè? Ah, ze zijn al heel veel armen kwijt. Dat is al een voordeel. Ah, kom op, ik heb nog maar 4 hartjes. Oké, eentje die is al in de boze bij. Oké, die andere laten we nog even maar met rust nou. Oké, laat hem op ons komen. Oké, kom op. Dit heeft mij zoveel help gekost. Ik denk dat ik dadelijk echt gewoon... Oké, dit ging goed. Dit ging goed, goed. Cirkel. Eentje is neer! Oké, nou wordt dit een appeltje eitje. Oink, oink, oink. Zoink. Ja, en je uppie ben je niet zo moeilijk, hè? Jee, auw. Dan nog geraakt worden, hè? Oké, dit wordt gewoon Battle of the Titan. Oh boy, dit wordt geen Battle of the Titan. Ik wil echt niet mijn game over streak. Mijn game over free streak verliezen. Dus. Ik ga dat risico niet nemen, jongens. Ik weet het. Heel erg lame. Kom op, ga neer. Oké. We hebben de reserve potion nodig. In de final. We worden namelijk niet geheeld. Ik heb nog nooit zoveel moeite mee gehad. Maar ja, aan de andere kant ook niet vergeten, double damage, hè. Dus, ik vind het vrij knap dat we zo ver zijn gekomen. Maar geloof me, de laatste die is zo moeilijk. Ah, we hebben alleen nog maar full health. En ik had nog extra potions mee kunnen nemen als ik echt zou willen cheaten met een fairy potion. Dus, maar we gaan gewoon door. Hi. Deze aflevering is voor 40 minuten.
I am impressed that you made it this far, Hero. Impressed of your efforts, it will be there every spring. Oh, nou mag je alleen nog maar verder op het moment dat je de laatste dungeon hebt gehaald. Nou, we hebben nog maar één drankje en die gaan we gebruiken ook. Worden we weer goud volgens mij ook. Yep. Het enige wat ik nou nog heb is olie. Wat de neus moet ik met olie? Nou ja, in ieder geval... Oh, die had ik al daar staan. Dan blijf jij daar staan. Al hebben we je nog niet echt nodig gehad. En... ik denk dat we maar voor pijlenboog gewoon... Nou, die hebben we al, pijlenboog trouwens. Gewone bommen dan. Denk het. Oh, en... Gewone pijlenboog dan, vooruit. Nou, dan staat er hier weer een kistje voor ons klaar. En daar zit de hardcontainer stamp. Wat leuk. Goed, nou, ik wil het daarbij gaan laten voor deze aflevering. In de volgende aflevering gaan we dus door het laatste gedeelte heen. Laten we maar hopen dat we dit gaan overleven. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leuk zo'n momentje? Laat weten in de reacties natuurlijk als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk voor deze effort als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken en tot dan. Doei!